Toen ik hier kwam wonen, dus ongeveer 30, 35 jaar geleden, toen stonden hier allemaal bomen in de wijk. En die bomen zijn of gekapt of zijn dood gegaan, maar er is nooit wat voor in de plaats gekomen. Ik ben aan de slag gegaan met de gemeente, met onder andere Peter van der Kooi. En daar hebben we een plan opgevat om een aantal bomen hier weer opnieuw te plaatsen. Ik heb hier een plan, daar ben ik mee naar de bewoners gegaan en heb handtekeningen verzameld en iedereen was erg enthousiast over dit plan. De bomen zijn zeker belangrijk voor de vogels, omdat ze daar en kunnen nestelen. Er worden bomen geplant die vruchten dragen, bloemen dus ook, waar insecten op afkomen. Dus het heeft alles met elkaar te maken. Daarom is het zo belangrijk dat hier en bomen komen voor de vogels en de vlinders en de bijen, maar ook voor het aanzicht. Een groen aanzicht geeft gewoon een mooi aanzicht.